Hi allemaal, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En zoals je wellicht aan de titel hebt gezien, heb ik vandaag weer een love shoplog. I'm in love. Echt, Lounge Underwear is echt een van mijn favoriete brands. I love the branding, I love the products, I love the website. Er is gewoon weinig waar ik niet van hou. Ik heb vandaag een Valentine's special voor Lounge. Het is vandaag 1 februari, over precies 2 weken. Is het Valentijnsdag. Even if you're single in a relationship, maakt niet uit. Je kan altijd jezelf verwennen, toch? Hallo, treat yourself girls. Misschien wel je crush of je scharrel of weet ik veel, je vriend natuurlijk. Verrast met een mooi setje. Dan kan het natuurlijk niet beter met Lounge. En zij met een jongen en je kijkt dit, hè? Het kan, you never know. Ik denk dat je geen vriendin blij kan maken met zo'n mooi setje als mijn Lounge. Ik ga vandaag weer aan jullie mijn favorieten laten zien. Ik heb mijn favorieten geshopt. Niet alleen underwear, ook Lounge pakken en nog iets anders volgens mij. Een badjas of zo. Daar ben ik ook echt heel benieuwd naar. En natuurlijk heb ik een kortingscode voor jullie. Die staat hier in beeld samen, maar staat ook in de beschrijving. Waar je dus 10% korting kunt krijgen op de hele website. De setjes zijn wat aan de prijzige kant. Maar je krijgt ook wel echt kwaliteit voor terug. Als jij vaker Lounge video's van mij hebt gezien. Heb ik je al laten zien dat ik echt setjes van een jaar geleden heb en die er nog steeds tip top uitzien. Echt, ik draag niet liever meer als Lounge. Lounge is echt het enige ondergoedmerk dat ik eigenlijk nog draag. Hunkemuller draag ik niet meer, Victoria's Secret niet. Dit is gewoon de uitvinding van de eeuw. En niet omdat ik gesponsord ben, want ik kocht het al voordat ik werd gesponsord. Dus besef dat je door een van je favoriete brands gewoon wordt gesponsord en daar een video van mag maken. Life goals. Echt zo dankbaar voor dit. Zo dankbaar. Maar ja, ik ga jullie mijn favorieten laten zien. Als je dit cadeau wil doen met Valentine, dan hebben ze een optie voor een super mooi gift wrap. Ze pakken het echt super mooi in. Helemaal in een doos en al. Dus het ziet er echt super luxe uit. Verder hebben ze ook een service dat ze 7 dagen per week op WhatsApp en live chat beschikbaar zijn voor al je vragen. Mijn nieuwe Valentine. Ik wil het gewoon allemaal zien. Let's open this baby up. Oké, ik ga beginnen bij de underwear sets. Ik heb echt elke mogelijke kleur. Bijna, trouwens bijna elke mogelijke kleur. Want ik heb 2 nieuwe kleuren. Ik ga ze laten zien. I'm so proud. En al deze leuke kleurtjes. Ik heb dus nog meer kleuren, moet je nagaan. Het leuke vind ik gewoon echt de felle kleurtjes. Het maakt het gewoon echt. En ik heb een nieuwe. Mijn favoriete set is de Balcony set. Maar ik heb nu een twist aan gedaan. Namelijk de Vogue Balcony set. Dus eigenlijk een soort deluxe Balcony set. In het paars. Paars kleur heb ik nog niet. Wow. Oké, dit is echt beautiful. Ik heb de maat 75B. Ik moet het niet hebben van mijn boobs. Maar ja, hè? Kunnen jullie alles hebben? Wel mooi. Kijk hoe pretty. Ja, die kleur is echt mijn ding. Hij is echt mooi. Hij heeft hier een soort dubbele rand. Dit is de Vogue Balcony. Hij is gewoon net wat mooier. Ik heb hier de normale Balcony. Ziet er zeg maar zo uit. Dit is echt mijn favoriet. Deze heb ik dus bijna in elke kleur. Die vind ik echt heel mooi. En dit is eigenlijk gewoon een net wat luxere versie. Maar ook heel mooi. En ik vind de kleur echt amazing. Hoe de string eruit ziet. Ik heb deze dus nog niet. Dus ik ben heel erg benieuwd. Hij ziet er wel heel fijn uit. Strings heb ik allemaal in maat M. Oeh. Het broekje heeft ook zo'n dubbele rand. Nice. Dit is dus het broekje. Heel mooi. Zo'n dubbele rand. Ik vind dit echt amazing. Ja, ik vind de kleur echt helemaal de shit. Heel leuk. Ik denk dat deze echt super mooi staat. I like. Oké, dan ga ik door naar het volgende. Dit is een beetje een nude tintje. Ja, en dit is van de Seamless collectie. Ik heb heel veel Seamless leggings en zo. I'm obsessed. Oh. Oh, dit kan ook heel sexy zijn. Wel een beetje meer sporty vibe. Kijk hoe nice. Hiervoor zit er dus een open stukje. Dat het heel mooi is. Het is echt puur voor stevigheid. Het zit hier ook zo. Ja, je borst wel gewoon een soort steuning heeft. En van achter heeft hij dus ook een soort. Ook een open ding. Dus echt een wat sportiever setje. Eigenlijk wel chill dat hij zo gekruist is. Want dan kan je dus bepaalde topjes aan dat je je bandje niet ziet. En dan een broekje erbij. Ja, dit is echt top. I love dit soort.
broekjes. Echt zo chill. Lekker stevig. Maakt het buikje een beetje plat. En kijk van achter nog een mooi detail. Heel sexy, dames. Heel sexy. Dit is echt top. Dit is dus een wat sportiever setje. Ik heb deze zelf ook nog nooit geprobeerd. Volgens mij zijn deze twee setjes ook best wel nieuw. Dus daarom heb ik ze nog nooit gezien en geprobeerd. Ik denk dat het echt super fijn zit. Dus I'm in love. En deze heb ik top in maat S. Volgens mij was dit met S en zo. Ja, het topje heb ik in maat S. En het broekje heb ik in maat M. Dan weten jullie dat. Het ziet er gewoon goed uit voor de maat. Dan heb ik nog een setje waarvan ik ook nog nooit heb geprobeerd. Dus ik heb eigenlijk, de vorige keer heb ik vooral setjes gedaan die mijn favorieten waren, die ik van wist. En nu heb ik mijn favorieten gekozen van setjes die ik nog nooit aan heb gehad. En dit is in een rode kleur. Ik heb nog geen rood van Lounge. Oké, ik weet niet waarom ik altijd Engels praat. Want soms denk ik gewoon in het Engels, omdat ik heel veel Engelse series kijk. Het is echt vervelend. Ik krijg ook wel eens comments van, hou je bek. Dit is de Triangle collectie. Oh my god, dit is sexy. Dit is echt een Valentijnset. Dit is echt maybe the one voor Valentijn. Kijk dan. Hoe mooi. How pretty. Ik denk dat dit zo sexy staat. En zo mooi. En ik heb niet de grootste geschapen dingen die er zijn. Dus voor mij zijn dit soort dingen dat weinig stevigheid biedt echt niet boeiend. Voor mij boeit het gewoon niet. Heel veel. Maar stel je hebt echt een probleem dat je echt een hele grote cup hebt. Dan biedt dit denk ik niet heel veel stevigheid. Maar voor een mooi avondje is het wel heel sexy. Maar dus dan weten jullie dat wel. Ik heb deze volgens mij ook in maat S. Ja, de bovenkant heb ik in maat S. Nou, dat ziet er echt perfect uit. Ik denk dat het echt zo mooi staat. Holy shit. Ik kan niet wachten om dit allemaal aan te trekken. Dan het broekje. Ook heel mooi. Die heb ik in maat M. Een mooie band hiervoor zit aan de andere kant. Dan zit er een hele fijne band. Heel chill zit. Ik vind het is ook een beetje een kerst setje. Want hij heeft een beetje gouden details erin of zo. Ik weet niet, ik vind het ook een beetje feestelijk of zo. Dus ja, past natuurlijk wel bij Valentijnsdag. Dat is natuurlijk ook een soort feestdag. Meer marketingfeestdag. Gewoon hè, leuk, laten we met z'n allen uit eten een cadeautje kopen. Maar ik doe lekker mee, want ik hou ervan. Ik hou van feestdagen, ik hou van thema dingen. Ik vind het echt helemaal geweldig. Dus I'm all in. Echt mooi. Ik ben echt blij. Ik ben heel blij met dit setje. Dan gaan we door. Oh ja, ik heb ook een bikini. De bikini is van de Miami Collection. Ze hebben dus ook lounge swimwear. En ik heb er nog nooit een bikini van gehad. En omdat ik de underwear echt het meest favoriete underwear brand dat er is, vind ik, dacht ik, ik kom echt niet in mijn woorden. Wat ik probeer te zeggen is dat dit mijn favoriete merk is als het gaat om ondergoed. Dus hoe goed zou mijn bikini zijn? Dat is wat ik wil zeggen. Oh mijn god, ik ben benieuwd. Ik heb gewoon het in zwart, gewoon heel basic. Oh my god. Ik denk dat dit zo sexy is. Oké, kijk, dit is het broekje. Het ziet er echt mooi uit. Gewoon heel clean. Ik vind dat heerlijk. Gewoon lekker clean en mooi en pretty. Hij ziet er wel een beetje groot uit of zo. Kijk die achterkant. Of dat lijkt gewoon net omdat ik allemaal met zulke stringetjes in mijn handen had. Ik ben benieuwd hoe het staat. En dan de top is gewoon heel basic. Gewoon een triangle, maar wel heel mooi. Zo'n loungeband. Deze heb ik in de maat S. En van achter heeft hij heel mooi detail. Kijk jongens. Een basic bikini. Dat altijd goed is. Ik denk heel nice. Als het me bevalt, ga ik echt zeker vaker lounge swimwear doen. Ik hou van bikinis. Het is, even kijken welke maand het is op mijn horloge. Maar ja, ik weet dat mijn horloge zit echt veel te los. Zijn jullie team horloge strak of los? Ik ben echt een losse horlogedrager. Ik heb nog maar 1%. Dan heb ik een lounge pak. Ik heb meerdere lounge sweaters, broeken. Ik krijg altijd zoveel vragen als ik die pakken draag. Waar heb je die trainingspakken vandaan? Bijna altijd lounge. Dus ja, het is top. Het zegt het, de naam van het merk zegt het zelf al. Het is gewoon echt een lounge set. Nou, ha. Oh! Ja, ik ben hier zo blij van. Als eerst een joggingsbroek. Boven is hij zo mooi getailleerd met deze
band. En dan loopt hij wijd uit. En hij heeft echt mooie stiksels. Kijk dan hoe gaaf. En dan loopt hij beneden gewoon weer zo strak. En ik denk dat dit echt zo chill is. Gewoon, ik denk dat je dit ook best een soort netjes zou kunnen combineren. Gewoon echt als outfitje. Ik mag hem eens aan te doen. En daarbij passend een trui. Dit is gewoon een hele simpele zwarte trui met lounger op. I'm living for deze setters. Ik hou van setters. Het liefst loop ik er de hele dag in. Op video heb ik een leuk topje aan. Real life komt thuis, sweater aan. Echt mijn leven gewoon. En deze is een beetje wat korter. Hij is niet heel lang. Hij is ongeveer, loopt hij tot hier. Maar ja, dit kan toch ook gewoon prima op zo'n zwarte sportlegging. Ja, dat heb ik dus nu ook gedaan. Dat zie je niet. Nobody cares. Deze trui dus. Heel mooi erop, denk ik. Ik hou ervan. Ik hou ervan. Ik heb een pak aan, jongens. Dit is toch amazing. Deze broek is echt mwah. Kijk hoe mooi. Het zit echt perfect. Maat M, broek S, sweater. Ik heb hem zo'n beetje in mijn BH gestopt, zodat hij wat kropter zit. Maar dit is echt amazing. Ik ga hierin leven. Oké, dan als ene laatste heb ik een badjas. Ik heb dus een badjas, maar die is heel dun. Dus het is fijn voor in de zomer als het echt heel heet is. Ik hou echt van badjassen, by the way. Maar deze is lekker warm en cozy. En roze. Ik heb al een roze pyjama. Super fancy roze badjas. Oh my god, hoe zacht dit is. Dit is echt niet normaal. Echt, ik heb nooit zoiets zachts gevoeld in mijn leven. Ik denk dat ik hierin ga wonen. Van achter heeft hij dus heel bougie lounge erop staan. Oh, dit is perfect. Dit is een beetje veel, jongens. En dan, ja. Zo, echt niet normaal zacht. Hij zit lekker. Dat is echt, daar zeg je u tegen. En je hebt natuurlijk ook nog een rope ervoor omheen. Lijkt de mensen een beetje bougie. En is zo van achter. Amazing. Matchy sokken. Ik ben echt de koude kleun. Ik ben gewoon de queen of koude kleuns. De queen of koude kleuns. Nou, wie vindt het? Ik slaap met een broek, sokken, vest, sweater. Hoe meer, hoe beter. Ik slaap erin. En deze sokken heb ik er dus matchy bij in het roze. Leuk detail aan de onderkant. Een anti-slip van lounge letters. Echt. Het is gewoon. Ik kan er niet over uit hoe blij ik met deze samenwerkingen ben. Dit verbetert mijn leven gewoon. Maar kijk hoe leuk sok. Love it. Ik kan niet genoeg van dit soort dingen hebben. Ik ben echt zo'n cozy person in de winter met kaarsje. Kaarsje. Oh, cheers. En sokken en truien en. Give it all to me. Ik heb van een badjas maat SM. Dus die is echt perfect. En die is van de So Soft Luxury Dressing Gown. En de cozy knitted socks heb ik ook in maat SM. Nou jongens, dit was alweer de shoplog. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden om te zien. Ik ben echt weer helemaal geblest. Heb je nou iets leuks gezien of heb ik je inspiratie gedaan? Vergeet zeker niet de website te checken. En mijn kortingscode gebruiken als je iets wilt bestellen. Krijg je 10% korting. Check allemaal de beschrijving. En ja, veel plezier met het verrassen van jouw Valentijn. Ik wens je een hele fijne Valentijnsdag. Voel je je video leuk? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet me ook zeker niet te supporten door op mijn YouTube kanaal te abonneren. Dat zou ik heel fijn vinden. Vergeet de notificatiebalie aan te zetten. Blijf altijd op de hoogte. Als ik een nieuwe video plaats. Woe! Hele sport dit, jongen. Vergeet me zeker niet te volgen op Instagram als je nog meer van me wilt zien. Dus @saravervoort. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei!